waar het ons om gaat, is natuurlijk dat wanneer je die maatregelen treft, dat je wel steeds gaat kijken naar wat de impact van zo'n maatregel zou zijn. En wat ik steeds ook gisteren nog in de Nationale Assemblee heb aangegeven en de regering heb opgeroepen, dat wanneer men die maatregelen treft, dat men zeker rekening houdt met, om het zo te zeggen, de kleine man. Omdat bij die de rek eruit is en de mensen niet echt veel meer kunnen verdragen voor wat betreft de druk op de kosten van levensonderhoud en dergelijke. Er moeten dus voorzieningen worden getroffen voor de mensen aan de onderkant van de financieel-economische ladder, om het zo te zeggen. Dat die zoveel mogelijk natuurlijk een handje worden geholpen om deze moeilijke periode waar we doorheen moeten gaan, om daar doorheen te kunnen gaan. Treffen van maatregelen, er zijn verschillende modellen die gevolgd kunnen worden. En ik denk dat natuurlijk bij besluiten van de regering continu geëvalueerd moet worden en waar bijstelling plaats moet vinden. Dat zal dat moeten gebeuren. Feit is dat die regering op dit moment verder moet. De kosten van die regering moeten betaald worden, de salarissen moeten betaald worden, AOV moet betaald worden, kinderbijslag. Maar belangrijk is dat ook de leningen die de vorige regering genomen heeft, en dat is toch wel een heel groot bedrag, die moeten betaald worden, anders is Suriname grote problemen. Dus financieel zitten we echt in grote problemen. Ik wil niet zeggen aan de grond. Je zou moeten beginnen om te kijken hoe je herstel gaat plegen. Ja, u zegt niet aan de grond, maar wel klem. Als er geen maatregelen worden getroffen, dan zit die regering inderdaad muurvast, zoals ik gisteren in de Nationale Assemblee heb gezegd. En daar moet een oplossing voor komen. Wat mij betreft zeg ik van, kijk, het zijn issues die heel groot zijn. Issues die de totale samenleving betreffen. Laten we gaan zitten en laten we ervoor zorgen dat wij toch wel zoveel mogelijk samenspraak hebben om deze problemen het hoofd te kunnen bieden.